Want we gaan dus samen een tattoo zetten. Heerlijk. Allemaal leuke dingen gehaald. Yo, mega blij mee. Hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag, of nou een weekvlog. Meer een weekendvlog. Ik ga nu naar de sportschool. Keer en ik gaan samen sporten. Dus ik ga nu snel naar de sportschool rijden. Ik heb om 12:30 met Keer afgesproken. En daarna heb ik om 16:30 een afspraak in de stad samen met mijn broertje. Want we gaan dus samen een tattoo zetten. Maar daar zal ik straks even wat meer over vertellen. Ik heb snel gedouche, make-up gedaan. En ik heb dus dit hele FaceTime even gebeld. Maar ik had nu ook een beetje haast, dus ik moet snel zijn. Maar ik ga dus samen met mijn broertje gaan een tattoo zetten. We willen dus eigenlijk al best wel lang een tattoo staan, maar we wisten nooit echt wat. En onze oma is helaas in november, afgelopen november, is ze overleden. En zij haatte altijd tattoo, zij vond het echt nooit mooi. Maar zij sprak nooit roze uit als gewoon roze, maar zij zei altijd rosje. En mijn broertje en ik plaagden haar er altijd mee. Ze hebben altijd rosje. Toen ze op een gegeven moment dus lichtrood gaan zeggen in plaats van roze. Omdat ze dan zoiets had van, dan kunnen jullie mij lekker niet meer plagen. Dus we gaan nu lichtrood zetten, omdat zij dus dat altijd zei. Het was eigenlijk een verrassing voor mijn broertje. Ik wilde het als cadeautje, als verrassing geven. Maar ik heb het toch gisteren gezegd, want ik dacht, ja, hij moet wel weten wat voor lettertype en alles die wil. Dus ik heb het nu wel gezegd. Dus we gaan dat zo meteen doen bij de Tattoo Garden in Den Haag, in de stad. En ik ben echt super benieuwd, dus ik ga jullie meenemen. Terug thuis en ik heb de tattoo gezet. Sam ook. We hebben allebei wel een andere plek, ander lettertype, maar het idee is hetzelfde. Ik zal eventjes plaatjes in beeld zetten van hoe het is geworden. Ik heb hem dus hier op mijn been. Ik weet niet of je hem goed kunt zien. Er zit nu ook nog zo'n stickertje op. Die moet ik dus 4 dagen laten zitten. Maar ik ben er echt mega blij mee. De pijn viel echt heel erg mee. Daar was ik best wel een beetje bang voor die plek. Maar het viel echt heel erg mee. Ik ga zo meteen lekker uit eten bij Fico met Keer. Daar was ik vorige week maandag ook met Stan voor mijn verjaardag. Maar ik had van hun een berichtje gekregen of ik daar een keertje wilde komen eten met een vriendin. En tuurlijk, want ik vind dat echt super lekker, leuk restaurant. Dus Keer en ik waren aan het sporten vanmorgen. Dus ik dacht, Keer, zullen we anders weer vanavond gaan eten. Dus daar hebben we om 18:30 gereserveerd. Ik ga even mijn haar een beetje doen, want dat ziet er niet uit. Gelukkig had ik wel natuurlijk mijn make-up al gedaan. Ik denk dat ik dit gewoon aanhoud. Ik vind het echt een hele leuke blazer, zo dat kort. En achter is hij dus ook een beetje zo strak getrokken. Dus ja, daar gaan we zo meteen lekker eten. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb ook echt mega veel trek. Ik wilde mijn auto laten zien, maar overal in het huis is slecht licht, behalve de keuken. Dus jullie staan nu even op het gasfornuis. Maar dit is de total look. Deze blazer dus, van dit merkje. Shirtje is van Naked, broeks van Stradivarius. Mijn oorbellen zijn trouwens van Shoei. Vind ik echt heel erg leuk. En mijn haar heb ik eventjes in zo'n half knotje gedaan. Ik ga even wachten tot het Keer is en dan gaan we heerlijk eten. Ik heb zoveel trek. Niet normaal. Een beetje losmaken met het. Dus eerst zit erop. Heb je dit nog nooit gegeten? Ja, één keer. Dus ja, en dan doe je met het vorkje een beetje losmaken zodat hij niet vast blijft hangen. Heb je het op? Vind je het lekker? Nee, hè? Nou, ik vind het niet vies. Ja, heel maar deze is best wel lekker hoor. Dit sausje vind ik echt lekker. Wat is dat eerst? Ja, zo zout. Ja, hé. Zo de kletter. Dit is ook, maar dit moet je eigenlijk ook even erbij keer. Dit is met een soort uitje. Jongen, ik had het echt wel op. Oh my god. Ja, want vorig jaar had jij er een foto van eten, maar zelf helemaal niet gegeten. Nee. Dus jij kan het wel lekker opsturen. En smaakt het? Heerlijk. Nu mogen we wel. Lekker. Ja? Wil je het ervan? Ja.
Dat vind ik ook wel lekker. Lekker! Let even niet op hoe ik eruit zie. Ik lijk wel een spook. Ik weet niet wat er met mij is gebeurd, maar ik ben weer lekker thuis van het uiteten met Caraway Vegan. Het was echt super lekker. Voor de mensen die mij langer volgen, die weten dat dat echt een van mijn lievelingsrestaurants is. We zijn begonnen met oesters. Ik vind oesters heel lekker. Keer begint steeds lekkerder te vinden. We hebben een wijnproeverijtje gehad. We hebben cocktails gedronken. We hebben champagne gedronken. We hebben garnalen gegeten. Vongelen en mosselen. Zo'n schaaltje met zeevruchten. We hebben sushi lekker gegeten. Ze hebben daar ook echt een hele lekkere sushi. Lekker broodje. Nou, nog meer frietje. Ook lekker. Oh ja, koekjes. Als ik het zo uitspreek. Had ik dus nog nooit gegeten, maar vond ik echt oprecht heel erg lekker. Voor de mensen die mij langer volgen op YouTube, die weten dat ik er echt best wel vaak eet. Of nou vaak. Heel vaak voor een leuke gelegenheid ga ik daar eten. Of bij de Ojess, dat zit ernaast. Ook echt super leuk en lekker restaurant. Ik ben er dus vorige week voor mijn verjaardag geweest eten. Ik ben er vorig jaar met mijn verjaardag geweest eten. Ik ga er wel eens met die meiden eten, met mijn ouders eten, met Stan eten. En ook vaak als ik van mensen de vraag krijg of een DM van ik ga een weekendje naar Den Haag, wat is een leuk restaurant, zeg ik eigenlijk altijd Vigo of de Ojess. Omdat dat zijn gewoon beliefdelings. Je kan er super gezellig en leuk zitten. Leuk personeel. Je kan buiten leuk zitten in de zomer. Maar binnen zit je ook echt super leuk en gezellig. Echt een hele leuke avond gehad. En ik heb dus heel erg leuks voor jullie kunnen regelen. Omdat het dus echt mijn lievelingsrestaurant zijn. Heb ik dus voor jullie kunnen regelen. Dat als jullie een reservering maken. Of via de telefoon of via de website. Bij Vigo of bij de Ojess. En je zet in de opmerkingen erbij dat je via mij komt. Of telefonisch zeg je dat je via mij komt. Want op de website, als je een reservering maakt, staat er altijd opmerkingen. Zet daar eventjes bij dat je via mij komt. Of aan de telefoon zeg je gewoon. En als je daar dus dan gaat eten, krijg je er een gratis amuse bij. Wat super leuk is natuurlijk. En op die manier kun je weer lekker extra andere dingetjes proeven dan dat je misschien normaal zou bestellen. Dus dat is super leuk. Ik vind het ook heel erg leuk dat ze dat wilden doen. Bij deze echt een aanrader. Echt mijn lievelingsrestaurant. Ik zit in ieder geval wel echt mega vol. Want ik heb echt zoveel gegeten. Ik voel me ook echt helemaal moe gewoon. Echt after dinner dip. Gewoon klaar. Dus ik ga lekker mijn camera uitzetten. Ik ga even lekker douchen, make-up eraf halen. En dan ga ik slapen. Het is vandaag zaterdag. En we gaan even beginnen met een unboxing. Want ik had wat dingetjes besteld. Let trouwens niet op hoe ik eruit zie. Ik heb geen make-up of nog niet gedoucht. Het is nog ochtend. Dus don't mind. Maar ik had dus wat dingetjes besteld. Als allereerst bij Aesin. Geen samenwerking. Ik weet dat hier echt mega veel samenwerkingen van zijn. Ik heb het gewoon zelf besteld. Wel met een kortingscode. Dus ik kreeg 20% korting. Dus dat was heel chill. Maar ik heb dus als eerste de ISO Clear besteld. En als er iets is wat ik echt mega lekker vind, is het ijsthee. En vooral de ijsthee uit Italië. En Keer had dus deze. En ze appte me toen ze deze had geproefd. En ze zei, Fleur, dit smaakt echt precies naar de ijsthee uit Italië. Dus ik kon het niet laten om deze ook te proberen. Dit is dus proteïnepoeder wat je dus mixt met water. En heb je eigenlijk gewoon een soort limonade. En ik heb hem al geproefd. Ik had hem van de week ook een keer geproefd. En hij is zo mega lekker. Dus hier ben ik heel blij mee. En ik zag heel veel bij mensen de daily voorbij komen. Ook van ASN. En daar zitten dus allemaal dingetjes in. Zoals bioactive collageen, creatine en L-glutamine. Ik moet zeggen dat L-glutamine, weet ik niet precies wat het is. Misschien had ik eerst even onderzoek moeten doen voordat ik het bestelde. Maar ik zag het zoveel mensen gebruiken dat ik dacht, het zal wel goed zijn. Ik heb het nu ook in mijn waterfles zitten. Die vind ik echt heel erg lekker ook. Ik heb deze in de smaak raspberry iced tea. En deze is trouwens in de smaak peach iced tea. Echt heel erg lekker. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En had ik ook weer een bestelling geplaatst bij Gymshark. Want we sporten nu gewoon redelijk veel. En dan kom je daar gewoon echt achter van, sportkleren vliegt er echt zo doorheen. Want je wilt natuurlijk gewoon elke keer wat anders aan. Omdat je gewoon natuurlijk heel de tijd erin zweet. En vooral sporttops kwam ik echt achter dat ik daar heel weinig van had. Heb ik gisteren eventjes mijn la opgeruimd. Of eergisteren. En toen kwam ik er ook 3 tegen die gewoon echt veel te groot zijn. Die pas ik gewoon niet meer. Dus ik heb eventjes 2 nieuwe. Ik hoop dat ik het pas. Ik heb het volgens mij in een XS besteld. Ja. Deze. Vond ik echt een hele mooie kleur. Aan de voorkant is het zo strak getrokken. En dan op je rug heb je zo heel mooi zo'n kruisend bandje. Ik vond deze echt heel erg mooi. Ik gebruik eigenlijk altijd de kortingscode van Noortje als ik bij Gymshark bestel. Dan krijg je eigenlijk altijd 10% korting. Maar vorige week was die code dus geldig met 20% korting. Dus vandaar dat ik er eventjes wat nieuwe dingen heb besteld. En die heb ik ook in het zwart. Want het is gewoon altijd chill en goed. Precies dezelfde ook in het zwart. Ook weer met dat
mooie ruggetje. Ik weet niet. Ik vind topjes vaak gewoon echt heel erg mooi als het zo'n kruis op je rug heeft. Het staat gewoon mooi. Oh, hier staat het. Ze waren €32. En daar ging nu dus 20% van af. Dus dat was wel leuk. Dus dat ze... Oh, en de achterkant heeft ook nu, zie ik, van dat gaas. Ik weet niet of je dat kan zien. Vind ik ook altijd heel erg mooi. Verder vandaag, ik heb echt nog geen planning vandaag. Ik weet echt niet wat de dag gaat brengen. Vaak op zaterdag gaan we wel wat leuks doen met die meiden. Dus ik denk dat er vanavond ook wel iets gezelligs gaat komen. Ik heb alleen echt nog geen idee wat. Dus we gaan het zien. En trouwens, vorige week had ik natuurlijk geen weekvlog geplaatst. Maar ik had wel die week wat beelden gemaakt. Ik dacht, misschien kan ik die alsnog in deze vlog verwerken. Misschien een beetje raar, want het was vorige week. Maar ik vond het toch wel leuke beelden. Dus daar kunnen jullie nu even naar kijken. Wij zijn terug uit de stad. Allemaal leuke dingen gehaald. Kom. Kijk. Heb jij daar ook nog dingen liggen? We hebben dus allebei echt een hele lekkere pyjama broek gekocht. Bij de Primark. Ik heb een beige en dan heeft een blauwe. Oh, hij staat heel mooi wel. Hij is ook niet te lang. Nee. Surprise, surprise. Hier. Oh ja. Nou, die heb ik in de beige. En ik heb lekkere sokjes, want daar leven wij in. En je hebt dus allemaal leuke soort lounge setjes bij de Primark. Deze. En dan bij de Primark heb ik toch nog dit vaccinelichtje. Toch? Is toch voor vaccinelichtje? Ja. Houdertje. En deze bakjes. Ook helemaal enig. En we zijn nog even naar de Zara geweest. Jouw ding van de Zara? Oh, dat heeft ook nog sokken. De Primark. Oh ja, ook allemaal maar. Die heb je al aan. Dan is het echt een heel lekker joggingspak. Volgens mij, je hebt altijd van die standaard joggingspakken bij de Zara. Ik denk dat dit een beetje het nieuwe model is. Met zo'n wijde broek in het grijs. Het vest erbij. Een beetje zo'n cropped vest. Echt heel leuk. Is ook nog zo'n shirtje. Deze zijn zo lekker zacht. Echt leuk donkerblauw kleurtje. Oh ja. Oh ja, die heb ik ook nog gegeten. En dan heb ik ook nog een setje gekocht. Even kijken. Allereerst het rokje. Die zie je laatst natuurlijk zo vaak van die dingen voorbij komen. En eerst vond ik het niet echt een ding, denk ik. Maar ik vond het toch eigenlijk wel heel erg leuk. Deze. En ik dacht voor daarop, of nou ja... Ik had het helemaal niet voor samen gepakt eigenlijk. Maar toen ik het aan vond, het echt heel erg leuk. Deze trui. Met zo'n flap. Wacht, ik heb er ook nog een foto van dat ik het aan had. Helemaal blij mee. Dus, mijn ouders komen vanavond eventjes. En mijn opa en oma. Ik heb net eventjes een taart gehaald bij de Albert Heijn. En nu ga ik gewoon even lekker chillen op de bank. En dan lekker mijn nieuwe pyjama broek aantrekken. En, ik heb eventjes boodschap gedaan, want mijn ouders en mijn opa en oma en zo komen vanavond langs. Ik heb even een taartje gehaald, even cola, Fanta, even wat meer koffie, thee. Ik heb geen idee wat iedereen drinkt. Ik heb voor mijn opa pistachenootjes, want die vindt het altijd heel erg lekker. Dus ik dacht, ik hou gewoon eventjes wat dingen in huis. Het is nu 6:00, dus we komen rond 7:00 volgens mij. En ik wilde jullie nog eventjes laten zien wat ik van Stan heb gekregen. Echt, ik ben er zo blij mee. We gingen dus gisteravond alvast voor mijn verjaardag uit eten bij Figo. Want vandaag moest hij werken en had hij een voetbalwedstrijd. Dus dachten we, nou, dan gaan we gewoon een dagje eerder. En toen heb ik dus van hem een Apple Watch gekregen. Ik ben er zo mega blij mee. Ik wilde dit echt al een tijdje. Ik was laatst ook met een keer in de stad. En toen zaten we er ook allebei naar te kijken. Omdat we nu gewoon best wel fanatiek bezig zijn met sporten. Ik weet niet. Kwam dit op onze verlanglijsten staan. En ik heb hem nu dus van hem voor mijn verjaardag gekregen. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb hem ook al heel de dag om. Kijk. Deze, het is dus de Starlight. Dus hij heeft zo'n beige bandje. Echt heel erg mooi. Ik vind hij heeft echt precies de goede uitgekozen. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En je kan dus ook helemaal bijhouden hoeveel calorieën je hebt verbrand. Hoeveel je bewogen hebt. Nou, alles kan je helemaal zien. Ik vind het helemaal leuk. Ik moet nog wel even kijken hoe ik het geluid uit kan zetten. Want ik word wel helemaal temmis van al het geluid dat ik heel de dag doorheen erop krijg. Maar... ik ben er echt heel erg blij mee. Super, super lief cadeau. Dus die wilde ik eventjes aan je laten zien. Morgen heb ik een event met Keer in Amsterdam van Björn Borg. Sportevent, dus dan ga ik hem ook lekker omdoen. Ik loop heel de dag erop te kijken naar je calorieën. En helemaal leuk. Echt. Het is vandaag woensdag en ik ga iets heel erg leuks met Keer samen. Want ik ben namelijk echt heel erg voor het Björn Borg event. Het was eigenlijk een beetje een soort Valentijns editie. Maar ik neem gewoon lekker Keer mee. Omdat we natuurlijk nu ook heel veel samen sporten. En ik denk dat Keer gewoon heel erg gezellig vindt om mee te gaan. Dus die komt me zo meteen ophalen. En het begin was om 2:30.
Maar we gaan eerst even gezellig samen lunchen in Amsterdam. Want het is dus in Amsterdam. En dan gaan we daar naar het event toe. We krijgen dus daar sportkleren om aan te trekken tijdens het event. Maar ik heb voor de zekerheid toch maar even sportkleren aangedaan. Want ik dacht, stel er is iets fout gegaan of het past niet. Dan heb ik tenminste nog iets van sportkleren aan. Dus ik heb nu gewoon even die truien. Maar ik heb hieronder een sporttop van Björn Borg toevallig. Maar ik had dus geen sportlegging meer van Björn Borg. Dus ik heb er gewoon iets een zwarte aangedaan. Maar goed, als het goed is krijgen we toch wat anders. Ik wilde dus eigenlijk helemaal geen make-up op doen. Want ik dacht, we gaan sporten. Maar het is wel een event. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om even zo make-up op te doen. Ik heb even wat spulletjes gepakt. Ik neem deze tas mee. Van Olijne. Ik heb mee, even kijken. Ik heb mijn waterfles mee. Deeltje, handig. Ik dacht even voor keer mij allebei een proteïnereep. Of het terugweg misschien. Ik heb nog even een extra Björn Borg sporttop bij me. En ik heb een BH bij me. Voor stel dat die sporttop van daar een beetje het grootste komt hieronder doen. En dan past het vaak wel. En dan gaan we naar Amsterdam toe. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Vanavond ga ik samen met Stan en wat vrienden gaan we bij een vriend eten. Dus dat is ook gezellig. Ik weet niet. Ik heb echt niks eigenlijk met Valentijnsdag. Ik vind het zo'n onzin om op deze dag, ik weet niet, ik vind het gewoon zo'n onzin om op deze dag opeens helemaal de liefde te moeten verklaren, want je hoort het gewoon lekker elke dag te doen. En ik vind het gewoon super commercieel, maar goed, het is wel gezellig om eventjes iets te doen, dus we gaan gewoon wat met een groepje doen, dus dat is wel leuk. Ja, ik ga nog even plassen, want ik moet heel de ochtend al heel de tijd plassen en wacht tot Keur er is en dan gaan we naar Amsterdam. In de kleedkamer. We zijn nu even met z'n tweeën, dus ik kan nu even snel filmen. Maar we hebben allebei een sportsetje gekregen om aan te trekken. We hebben allebei een andere, maar we hebben allebei dezelfde kleur. Ik heb wel mijn BH eronder gehouden, anders heb ik echt helemaal geen tiet. Goed, er komen mensen. Ik heb eventjes gedoucht, make-up en zo gedaan, een beetje. Ik wil gewoon de chillpak aan van de Bershka. Maar ik ga eventjes naar de Albert Heijn, want die meiden komen vanavond hier bij Puk, Amy en Demi. En dan gaan we gewoon eventjes een wijntje drinken, spelletje spelen. Dus ik ga even boodschappen verhalen. Verder is dit zo'n saaie zaterdag. Ik kan het echt niet aan. Ik moet echt volgende weekend een betere planning hebben, want feeling really old. Oké, plannen zijn toch een beetje veranderd. In plaats van thuis zitten gaan we naar de derde helft van de voetbal. Er is een soort klein feestje, iets volgens mij. Ik heb geen idee. Ik ga meteen die meiden ophalen. Ik ga gewoon met de auto lekker niet drinken. Ben ik morgen ook niet zo brak. Dus helemaal chill. Mijn haar doe ik los. Ik zat te twijfelen. Misschien een staart. Maar ik denk ook gewoon een elastiekje mee. Dan kan ik altijd nog een staart ingooien als ik dit niet meer vind zitten. Ik heb weer diezelfde blazer aan als gisteren. Met die BH mag niet erboven komen. Met deze body van Skims. Deze grijze broek van Stradivarius. En dan doe ik mijn groene Shock Mustas er denk ik bij. En mijn groene Adidas Campus. Want het is de derde helft bij de voetbal in de kantine. Dus grote kans dat mijn schoenen vies gaan worden. Dus ik doe lekker die aan, want die zijn toch al vies. Ik ga over 10 minuutjes rijden, dus ik ga nog eventjes TikTok kijken en dan ga ik die meiden ophalen en dan gaan we richting de voetbal. Het is vandaag zondag en ik heb echt een heerlijke typische zondag gehad. Ik heb die ladekastjes daar in mijn kamer uitgezocht. Ik heb lekker mijn haar gewassen, gefeund, alles gedaan. Ik heb maskertje op mijn gezicht gedaan. Skincare net gedaan. Ik heb nu lekker eten besteld, want het is al avondetenstijd. Komt als het goed is over 10 minuutjes, dus ik ben benieuwd. Ik heb pasta carbonara besteld, want daar had ik gewoon echt heel erg veel zin in. Ik ga lekker Flikken Maastricht kijken, want dat staat dus weer op video of op NPO. En ik had dat dus nog niet gekeken. En even wat lippenbalsem op mijn lippen doen, want mijn lippen zijn zo droog. Echt, deze van Laneige is zo lekker. Maar allemaal producten zitten erin die ik gewoon in PR-pakketjes heb gekregen of dubbel heb of nog nooit heb gebruikt. Dus ik zit er dus aan te denken om daar één heel groot en leuk pakket van te maken en daar een soort winactie van te doen. Ik heb hier alvast wat producten neergezet. Het licht is niet heel best. Hoe ga ik dit fixen? Zo denk ik.
bijvoorbeeld de Foreo cleanser voor je gezicht. Een cleansing balm. Hier twee producten van Lancaster. Hier twee producten van Guizou. Ik heb nog een, het is een sleeping mask van Foreo. Dan heb ik sieraden van Nature. Ik heb een heel erg schattig kettingje van Mad Jewelry. Maar ik krijg en heb natuurlijk gewoon zoveel spullen dat heel veel heb ik gewoon. Bijvoorbeeld deze twee van Guizou heb ik dubbel. Nou, sieraden heb ik echt super veel. Ik heb heel veel zonnebrand. Dus ik dacht, misschien is het leuk om er dan een soort van winactie van te gaan maken. Ik moet nog even kijken wanneer ik het online ga zetten. Ik denk ook dat ik het via Insta ga doen. Dus volg je me nog niet op Insta, doe dat dan eventjes en houd het in de gaten. Want ik denk dat het ergens in maart ongeveer erop komt. Ik lijk echt een spook. Niet normaal. Maar goed. Verder dus vandaag niet echt een hele drukke, boeiende dag gehad. Ik ga wel dinsdag eindelijk weer foto's maken met Rosa. Ik heb gewoon niks om op Insta te posten. Het is echt vreselijk. Ik wil heel graag dingen posten, maar ik heb gewoon niks. Dus het echt, ik wil zo graag dingen op Insta posten, maar ik heb gewoon niks om te posten. Dus Rosa en ik gaan dinsdag weer even gezellig samen foto's maken. Daar heb ik heel veel zin in. Mijn haar is ook echt weer helemaal mijn eigen kleur. Behalve deze voorste plek zit nog iets wat blond in. Maar verder is het echt helemaal mijn eigen kleur gewoon. Ik moet er zo aan wennen. Ik wil het zo graag blonder verven. Maar het is echt beter voor mijn haar als ik dat gewoon eventjes niet ga doen. Ik kan trouwens wel eventjes laten zien hoe mijn haar er nu uitziet. Zonder extensions en alles. Kijk, dit is hoe mijn haar nu is. Het is nog niet zoals ik het hebben wil natuurlijk. Het komt nu tot hier. En ik hoop dat het eind van het jaar gezond tot hier komt. Maar daar zit nog even werk voor in de winkel. Maar goed, ik ga gewoon mijn best doen